Dat is wel iets van, dan voel je niet meer thuis op school eigenlijk. Dit is Ibrahim, een leerling van het Lyceum Schravenland. Ibrahim is niet zijn echte naam. Uit angst voor negatieve reacties van docenten blijft hij liever anoniem. Als islamitische jongere bidt Ibrahim 5 keer per dag. En die gebeden vinden ook plaats tijdens schooltijd. Maar op school is daar geen ruimte voor. Ja, er werd een leerling betrapt op het stiekem bidden. En toen is het gebedskleedje echt eronder uitgetrokken door een docent. Wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik wel belachelijk. Want er wordt gewoon gezegd, ik heb geen respect voor jouw geloof. Ik wil dit niet hier hebben. Dat is wel iets van, dan voel je niet meer thuis op school eigenlijk. Uit angst voor dit soort reacties bidden de leerlingen nu in een speeltuin vlak naast de school. En dan bidden we meestal in dit parkje. Maar dat is ook meestal erg lastig met de tijd die we dan hebben. In de pauzes. En soms is het dan erg slecht weer. Wat vind je ervan dat je niet op school kan bidden? Er zijn regels op school. Daar proberen we ons aan te houden. Maar ik vind het wel gewoon erg jammer. Want een openbare school, veel religies dat bij elkaar komen. Dan vind ik het wel jammer dat we onze religie niet kunnen beleven op school. Er werd ook gezegd, houd dat achter de deur. Dus als dat wordt tegen jou gezegd echt? Houd het achter de deur? Ja, dat wordt wel door docenten gezegd. Tegen de leerlingen die dan in discussies gaan met docenten. En ook de Schiedamse politiek reageert op het voorval. Verschillende lokale fracties laten weten dat ze de school steunen. Fractie Denk is het niet eens met het beleid van de school en stuurt een brief. De rector van het Lyceum Schravenland wil niet voor camera reageren. In een telefonische reactie laat hij weten: wij hebben er belang bij dat we als school een neutraal religieuze positie innemen en geen religieuze afslag gaan maken. We zijn een openbare school, dus actieve geloofsbeleving faciliteren wij niet. We houden daarnaast wel rekening met alle religies. De komende tijd zal de rector van het Lyceum Schravenland in gesprek gaan met de leerlingen om te kijken naar mogelijke oplossingen. De rector zegt ook, we zijn een openbare school. Leerlingen hebben hier ook zelf voor gekozen. Wat vind je daarvan? Ja, in de buurt heb je nog een school, maar dat is weer een katholieke school. Dus eigenlijk is dit dan voor ons wel de enige optie. Want vele leerlingen komen uit de buurt. En een openbare school is wel wat het meest bij ons past. En we willen een oplossing bedenken om op school te kunnen bidden. En dit niet alleen voor de islamitische leerlingen, maar voor elke leerling uit elke religie, uit elk geloof.